Irene, herken je hem? Ach, dat is Armand van Zapp. Ja, natuurlijk. Onze haarverzorger. En hij weet werkelijk alles van haarverzorging. En hij gaat gewoon naar de mensen en dan zegt hij... Nou, wilt u iets anders aan uw haar? Hij draait aan het gat en je weet nooit wat je krijgt. Welke koep gaat het worden? Oh, wat een enige gegeven is dat toch. Kijk, daar gaat hij, hoor. Heb je soms een haartip nog nodig voor je haar? Nou, het is dat het vaak droog aanvoelt na het stylen. Ik heb hier een product, dat is anti-pluis. Je zal zien dat het daar al van opknapt. Maar je kan het ook gebruiken als je je stijltang gaat gebruiken. Oké, okay, ja? Nou, hartstikke bedankt voor de tip. Wat een schatje. Ja. En wat is het probleem voor jou? Ja, pluizig en moeilijk borstelen. Ik heb hier een lange levendige lotion. Speciaal voor lang haar. Dat zorgt ervoor dat het beter doorkapbaar is. Smeer door je haar heen, in de lengtes en de punten. Niet te veel bovenop. Wat vind je ervan? Ja, gaat in één keer doorheen. Ja, super hè? Ja. Kan ik jou een haarkleurtip geven? Ja, graag. Nou, ik zie dat je best wel blond haar hebt. Misschien kan ik jou een tip geven om het haar toch weer wat donkerder te verven, zodat je gezicht veel beter uitkomt. Je hebt nu wat fletse uitstraling. En okay. Ik denk als je nog wat meer kleur in je haar geeft, dat ook meer kleur in je gezicht gaat komen. Oké, had ik nooit over nagedacht. Oké, tot ziens. Iedereen staat werkelijk te popelen voor de metamorfose. Zou je aan het kapselrad durven draaien? Sorry? Nee. Durf je aan het kapselrad te draaien? Wat doe ik? Ik ben heel blij met mijn kapsel. Nee, dankjewel. Oké. Okay. Ja? Nou, lijkt me leuk. Zou zeggen, loop met me mee. Oh, gelukkig. Dit is Sarah. Sarah is 20 jaar en werkt als manager bij een bekende hamburgergigant. Je weet wel. Mm-hmm. Nou, dit is het kapselrad. Met allerlei verschillende keuzes. Wat zou je absoluut niet willen? Liever niet dat het helemaal kort gaat, want dat heb ik een keer gehad. En dat staat mij niet zo, vind ik zelf. Ik zou zeggen, geef er een draai aan. Oké. Okay. En dan nu het grote moment. Wat gaat het worden? Ja, liever niet te kort. Het wordt lang en pony. Lange pony, daar kan ik wel wat mee. Nou, Sarah, daar ga je dan. Leumeren lekker achterover en laat het maar over je heen komen allemaal. Sarah, ik zie dat je haar best wel veel te lijden hebt gehad. Komt waarschijnlijk door te strakke haarelastiekjes. Ik heb hier een anti-haarbreukmasker, wat het haar goed gaat voeden. Ik gebruik erbij aluminiumfolie, dat valt om je haar heen, zodat het nog intensiever kan intrekken. 5 minuten. Het masker maakt Sarah's haar sterker. Ze is nu klaar om geknipt te worden. En kijk eens wat een belangstelling. Knippen, feunen en stylen. Armand doet het in een handomdraai. Ik vind het zo langzamerhand wel eens tijd voor de onthulling. Ik zeg, laat maar zien. Nou, ben je er klaar voor? Ja. Zo, wow. Tip voor thuis, spuit wat haarlak in je haar. Kneed erbij lekker aan de zijkant, zodat je meer volume in je haar hebt. Voor en nou, wat een verschil. Het is beeldig. Ik vond het ook heel leuk om je te knippen. Ja. En super bedankt. Oké, jij ook, bedankt. Oh, ik vond het ook zo reuze leuk. Zo, dat klusje is weer geknipt, geklaard. Dag.